snap hoe belangrijk jij hagelslag vindt. Dus ik kom hem je brengen. Helemaal naar Hongarije. Nou, Tessa. We zijn nu aangekomen in Duitsland om je hagelslag te brengen. Ik heb hem wel even in de auto laten liggen. Maar kijk, we zijn in het hotel aangekomen. Allemaal om te zorgen dat jij je hagelslag hebt. En kijk, er is een lampje. Ploep, ploep. We hebben net een nacht overnacht in een motel. Ja, wat je allemaal overhoudt voor je zusje als zij zin heeft. In hagelslag? Dat we hier rijden voor het Slowakije-bord. Oeh, en wat zit daarin? Geen idee. Slowakije, nog 1 kilometer. Bijna Slowakije. Almost. Rij een beetje door. Mag niet. Ah, dat mag niet. Nog niet. Zo'n mooie lucht. Ja. Nee, hebben we weer een land afgevinkt, bijna. Ja. Je moet wel 80 rijden. Ja, ik ga het doen. Kijk eens, daar is die. Yes, daar is die. Gaan we langs. Slowakije. We zijn er over 20 kilometer, maar je zegt dat hij nog een half uur moet rijden. Ik geloof er niks van. Doei. Gaan we open doen. We hebben je hagelslag! Tessa! Yes. Hagelslag? Ja, het ligt achterin. Kan ik hem nog dicht? Oh, ik moet even de... Zo. Doe maar. Het raam moest dicht. Zo. Zo, we zijn eindelijk aangekomen. Hey Tess, in Hongarije. Nu op zoek naar de hagelslag. Hagelslag, oh my god. Is dat beter? Ja, leuk hè? Toch? Nee, maar Nederland naar Hongarije voor jouw hagelslag. En dan is het een stukje van de vijf. Nou, wij. Nou ja, wat doe je het allereerste als je natuurlijk hagelslag hebt gebracht en aankomt in Boedapest? Met Tess aan de paarden bezig zijn, want dan moet altijd weer voor de paarden. Want paarden nummer 1. Toch Tess? Wat? Paarden nummer 1? Ja, altijd. Ga zo mijn bakkie doen. Voor als je afvraagt, wat is het mooi weer?
zeker. Maar ook wat een herrie. Ik wil jullie wat laten zien. Kijk, het is een waterfontein. Ik weet nog eens of je me hoort. Maar het is een soort park met een ballon. Erg leuk. En we gaan vanmiddag bij Tessa kijken bij het Mennen. Ja? We zijn aangekomen bij de House of Music van Hongarije. Er zitten allemaal sterretjes en er gaan bomen zo in die gaten. We zijn in een soort park. Vanaf hier kan je ook het kasteel volgens mij zien. Kijk, het is daar. Daar. En dit is dan verder de House of Music. Erg tropisch. Ik krijg nou commentaar omdat ik het tropisch noem. Het zijn gewoon planten, sorry. Ja, ga ik goed op de shot? Ja. Welkom. Het is een stoot van trouwens, ik ga ook nog even klagen. Fred, ik heb nieuwe schoenen. Die had Rick meegenomen, want Rick kwam gisteren weer aan. Maar ik loop hier zoveel op dat ik... natuurlijk meteen inloop. Oh, ik heb nu al een blaar. Nu al. Ik ben wel heel blij dat ik nieuwe schoenen heb. Want ik heb nu, als ik paarden was, heb ik niet dat heel mijn voeten nat zijn. Dus ik heb nu weer droge voetjes. Yes. We love that. Oh, ging je nou buiten? Ik moet wel het hele ding beeld. Kan ik dat erin knippen, zeg maar. Kijk, abonneer. Zoals je hier ziet, ze komen aan bij een heel mooi rivier / gebouw. Ik weet niet wat het is. Kijk, ik moet er een beetje naartoe lopen. Het is sowieso erg mooi weer. Dat sowieso. Kijk. Tada! Het is mooi. Het is heel mooi. Kijk, er is een hond in de water. En hier is het kasteel wat wij nu gaan bekijken. We zijn nu aangekomen bij het kasteel. Tada! Wat me nou opvalt hieraan, daar zit sowieso de Death Reaper. Maar hier is iets met paarden gaande. Misschien moet ik dan maar gewoon even naar binnen gaan. Dat moet het wel, denk ik. Side note, we mochten binnen niet filmen en het was niet interessant. Maar, ik sta wel op de video met een paard. Hihi. We zijn aangekomen bij het Mennen evenement. We zijn net door deze poort heen gegaan, zonder dat we eigenlijk weten of we daar wel doorheen mochten. Maar we zien een hoop van die paardenborden. Dus ik denk dat dat dan goed is. Volgens mij is daar Tess ergens. En wij gaan nu gewoon een kant op en we zien wel of we bij een evenement uitkomen of niet. Follow you. Dat klinkt het toch echt. Even voor jullie informatie, ik ga nu Bram Chardon filmen. Wat? En we gaan in verschillende hindernissen, niet allemaal. Ze moeten er 7. Maar wij gaan er maar een paar filmen, de coolste.
Zoals jullie net hebben gezien, was Bram Cerdon heel goed bezig. Tess heeft waarschijnlijk laten zien of hij gewonnen heeft of niet. Dat weet ik niet. Ik heb wel helemaal hoofd erbij. Wij gaan nu meer richting het centrum van Pest, van Boedapest. En gaan daar de stad weer onveilig maken. Kijk namelijk wat een mooie boom. Nee, geintje. Het is een hele grote ding gebouw hier. Een paard, dat is het parlementair gebouw. Weet je waar? Ja, weet je waar vergaderingen worden gedaan en zo. Beetje overdreven. Maar wel super tof. Kijk, er is ook allemaal water hier. Oh ja, en een heel groot gebouw. Ja, best wel mooi. Maar vooral water. Je zou het niet verwachten, maar er is zelfs een piratenschip. Heel duidelijk een piratenschip. Piet Piraat. Heb je soms ook een probleem? Dat je gewoon normaal door een stad heen loopt. Dat je opeens rennen bij een festival eindigt? Ik heb geen idee hoe dit kan. We gaan het bekijken.